Nu de sport. Een Nederlander heeft heel ver gesprongen, Henry. Juist. Ignatius Geyza heeft als Nederlander een vliegende start gemaakt. Sinds vorige maand heeft hij een Nederlands paspoort. En de WK in Moskou zijn zijn eerste grote toernooi in het oranje. En hij schreef meteen geschiedenis. Hij won een medaille bij het verspringen met een verbetering van het 25 jaar oude Nederlands record. Wauw. Wauw. Gefeliciteerd. Congratulations. Thank you so much. What a surprise. Yeah, what a surprise. What can I say? I said to myself, I'm going to surprise myself, and I did surprise myself. Tell me about that moment. How was that? Your first big competition for the Netherlands, and you get a silver medal. I'm so happy. I cannot say how my body is feeling now. I'm so happy. I think I'm the happiest guy on earth at this moment because my first championship as a Dutchman, and I'm going home with a silver medal. So you can imagine, I'm so happy about it. And I thank the Athletic Association of Netherlands that they put a lot of trust in me and they gave me the opportunity to represent them. And I'm coming home with a national record and a silver medal. So I'm so grateful.